Nee, jongens, ik weet echt niet hoe ik dit ga doen, hoor. Marie, Jane, Richella en Laurie. Vier fearless chicks dagen vanuit een hooligirls. Ik ben echt fucking klaar. Het is gewoon zo fucking erg. Hooligirls, daar zijn we weer vandaag. En vandaag staan we in een beauty salon. Jane die is ziek helaas vandaag. De griep heeft haar te pakken. Dus vandaag moeten jullie het helaas samen doen. Laurie, je had vrijstelling van de vorige challenge die je had gewonnen natuurlijk. Dus meiden. Mag ik het zeggen? Ja. Ik vind het wel een beetje lullig zeg maar met z'n tweeën. Mag ik meedoen? Yes! Het laat me geen twee keer zeggen. Dit vind ik wel heel tof. Wow. Laurie, doe je dit nou echt? Weet je dit zeker? Te gek dat Laurie gewoon meedoet. Echt, they're one for the team. Dat is de tweede keer dat ze dat doet. Ik vind het echt top wijf. Ik zie jullie niet heel vaak naar een beauty salon gaan. Dus ik dacht, het is wel leuk om een beauty dagje voor jullie in te plannen. Nou, Wasima begint over een beauty dagje. Kan ik wel gebruiken. Lekker. Waarom niet? Richella, het was ook jouw challenge. Heb je een tipje van de sluier? Ja, het leeft. Super verrassend, Richella. Ga je ook nog een keer wat anders verzinnen of niet? Jullie krijgen vandaag een speciale hooligirls pedicure. Hebben jullie wel eens gehoord van de visspaan? Visjes die aan je knabbelen? Ja, ze eten alle dode huidcellen van je voetjes. Of het vandaag prettig gaat voelen, durf ik niet te beloven. In de eerste bak zit... Ja, dag! Dat zijn kakkerlakken. In de tweede bak hebben we... Alen! Ik krijg hier echt de kriebels van. We gaan naar de laatste bak. En als je het aan mij vraagt, ja, dit is een bak hoor. Komt-ie. Dit zijn... Nee! Krabben. Ik zie de bak met krabben en ik denk alleen maar, dit durf ik niet. Hooligirls, jullie gaan zo meteen langs alle bakken met jullie voeten daarin de duikstaafjes eruit vissen. Let op, handen mogen zeker niet gebruikt worden. En je ziet het, in elke bak liggen er 3 duikstaafjes. Ik ga nu iemand aanwijzen die als eerste mag. Laurie, je kijkt me iets te lang aan. Ik vind je echt een baas. Laat even zien wat je kan, man. Laurie, je hebt plaatsgenomen in de stoel. Ik zit voor die bak, Wasima telt af. En ik denk, oké, waarom moet ik heel vaak als eerste? Ik ga de tijd... Nu starten. Let's go. Oké. Oké, wacht. Klem hem gewoon. Gewoon lekker klem. Huppakee, dat is 1. Yes. Hoppakee. Kutzooi. Oké, kom maar. Oh, shit. Nee. Hup. En je neemt de kakker. Yes. Huppakee. Ik weet niet hoe lang ik bezig ben, maar die derde gaat er ook uit. Ik sta snel op, ik ga zitten, ik kijk naar die alen en ik denk, oké, nu moet ik wel echt een beetje tempo gaan maken natuurlijk. Het is glibberig. Het is heel glibberig. Eén, dat is 1. Oh, sorry, au. Ja, houd hem echt. 2, kom maar. En je gaat nu wel heel snel bij deze. Oh, je gaat echt heel snel. En dat is 3, let's go, volgende. Holy shit. Dit is 1. Zo, je hebt dit. 1, 2. Ah! Oké. Oeh. Huppakee, kom maar. Niet naartoe. En ik moet nog maar 1 stokje. En ik denk, oké, dit wordt hem. Jij en ik. Laurie versus de krab. Daar gaat hij. En ik ga ervoor en ik doe alsof ik zelf een krab in mijn krabbenpoten. Heb je hem? En de tijd is gestopt. Ja. 1-0 voor Laurie. Marie, ben je er klaar voor? Oh, ja. Mag ik je handen voelen? Oeh, zweethandjes. Ik ga aftellen. 3, 2, 1. En de tijd gaat nu in. Nee! Ga weg! Die is gewoon fucking bang. Die is alleen maar aan het gillen. Juist, hè. Oh, ik heb krabben in mijn voet. Ik wil niet een dooie kakkerlak tussen mijn tenen gekneld hebben. 2. Kom maar. Oké, alen. Wat gaan we doen? En dat is 1. En dat is... Ik probeer gewoon een staaf te pakken en ik voel een aal tegen mijn voet aan. En het is echt precies als je denkt dat het voelt. Glibberig, nat en koud.
Dat is 2. Ze bijt de Alen? Nee, toch? En dat is 3. We gaan door naar de laatste. Oh, maar deze zijn snel. Mijn favoriete bak. Daar gaan we. Ga weg. Oh, nee. Ik denk dat ze er zijn er meer. Huh? Ja, hey, oh, dank je. Hey, thanks. Ik zweer het je. Een paar van die krabben die gingen op een achterpoot staan met hun scharen zo van ja, kom dan, ik ga je nu pakken. Oh. Nee, ik vind dit echt. Ik vind dit. Oh. Blijf zitten, Marie. Marie, blijf zitten. Ik zit. Nee, jongens, ik weet echt niet hoe ik dit ga doen, hoor. Kom maar, Marie. Ik weet dat je dit kan. Huppakee. Ik weet dat je dit kan. En dat is 2. Huppakee. Deze zit helemaal. En de derde. Dit is de laatste. Oh, kom, Marie. Ik weet dat je dit kan. Ik weet dat je dit kan. Dit is je laatste staaf. Oh, de onderkant. Kom maar, dit is je laatste. En de tijd blijft tikken. Ik durf niet meer. Ik zit hier voor mijn gevoel urenlang. Ja. Oh. En nou, goed. Juist. Oh. Nee. Oh, kijk, hij doet. Oh. Hij doet ga weg. Ja, één knallen. Yes. En de tijd is gestopt. Ik hoop gewoon dat Richella het nu super zielig gaat vinden voor al die diertjes. 3, 2, 1, de tijd gaat nu in. Oké, je begint heel erg direct. Oké, dat is 1. Ah, er is geen meegekomen. Ja, dat is 2. Ja. Oké, en dat is 3. Oké, er zijn 2 kakkerlakken aan die kant eruit gevallen. We gaan door naar de alen. Dat is 1. Je gaat heel snel. Je gaat echt heel snel. Dat blijven is 2. Blijven zitten met je sowieso je kont dat aanraken. En dat is 3. Nou, we zijn rustig blijven zitten. Rustig blijven zitten op je bibs. Wat maakt het voor jou spannend dit? Ik wil niet dat ze mijn voet bijten. Kom maar. Ze bijten niet. Dat is knijpen. Ja. Pas op je teen. Dat is 1. Ze staat. We zien maar. Oh, jullie staan er toch ook? Nee, sorry. Dat is waar. Dat is waar. Kom maar terug. Sorry. Die moeten wel terug. Je hebt gelijk. Ze stond echt niet. Echt niet. Kut, ik ging net zo lekker. Ik werd er helemaal uitgehaald. Maar goed. Ik hou je in de gaten, valsspeler. Dat weet ik, ja. Dat is 1. Dat is... Ja. Dat is 2. Oké. En dat is de laatste. Je gaat echt heel snel. Het is je laatste, Richella. Nee! Het is echt een andere vorm van pedicure dit. En dat is 3. De tijd is gestopt. Ik had wel door dat ik het echt super snel had gedaan. En dat kon ik wel even gebruiken. Het is tijd voor de uitslag. Het was niet echt bepaald een ontspannen pedicure. Jullie hebben het wel alle 3 voortreffelijk gedaan. We hebben een winnares. Ik begin bij jou, Laurie. Jouw tijd voor vandaag. 2 minuten 30 is jouw tijd. Ik denk dat ik sowieso wel sneller ben dan Marie, maar tussen mij en Richella gaat het echt wel spannend worden, hoor. Marie, dan kom ik bij jou. Je had iets langer de tijd nodig. Jouw tijd is 4 minuten en 20 seconden. Wow. Huh? Zo lang voelde het helemaal niet. Nee. Nou, voor mij voelde het als een kwartier. Om te ja, krabben. Richella, je had iets minder tijd nodig. Voor jou ging het heel snel vandaag. Heb ik een keer gewonnen? Jouw tijd is 1 minuut 45 seconden. Gefeliciteerd. Eindelijk. Jij bent de winnares van deze challenge. Het werd dus tijd. Het werd echt tijd. Het werd echt tijd. En dan eindelijk. Echt, ik denk dat het wel misschien wel 7 afleveringen geleden is dat ik heb gewonnen. Marie, het is tijd voor de straf. Voor jou hebben we nog een behandeling in petto. Ja hoor. Nog een behandeling? Sorry hoor, maar ik heb echt het gevoel dat ik straks word kaaggeschoren. Marie, het is tijd voor jouw straf. En ik zie lichte spanning in je ogen, want je kijkt ernaar en je denkt, wat de F is dit? Je snapt gewoon niet wat hier voor je ligt. Nee. Jullie meiden? Nee. Ook ik heb niet. Geen idee, nee. Nou, dat is dan inderdaad de bevestiging dat jullie niet zo snel in een beauty salon komen. Je hebt hier en daar wat neushaartjes, zag ik. En we gaan de neushaartjes waksen. Dat meen je niet. Dat doet fucking veel pijn. Dit staafje gaat zo meteen in je neus, met de wax, en blijft 90 seconden blijft het in je neus. En als het tijd om is, trek jij het staafje uit je neus. En als het goed is, zitten er wat haartjes op.
En ben je haarvrij in je neus. Ik heb wel eens één keer geprobeerd om eentje eruit te trekken. Nou, de tranen liepen in mijn ogen. Laat staan twee van die stokjes in mijn neus. Oh ja, nou, zo, dat is wel heel veel. Wacht nou even. Dat is wel heel veel. Wacht nou even. Oh my god, oh, ik vind dit heel eng. Nee, wat ga je doen? Je moet het vasthouden, want ik moet het niet toedrukken. Ja, hou vast. Stop, die zit echt verder dan die. Marie, we moeten nu 90 seconden wachten. Wat willen we dan gaan doen? En daarna trekken we de staafjes uit je neus. Wat een kutstraf. Fantastisch, hilarisch, sadistisch. Ik hou ervan. Marie, de 90 seconden zijn om. Dus ik wil jou vragen om de staafjes eruit te trekken. Ja, ik ga ze echt thuis loswinkelen. Ik ben echt bang. Ik rijd zo naar huis met stokjes en ik ben echt bang om ze eruit te trekken. Ik zou het nu gewoon snel doen. 1, 2. Kracht. Ah. Oh my god. Ja, hoe voelt het? Ja, branderig en het trekt helemaal naar mijn ogen. De neus wordt helemaal rood. Nou, ik hou het niet meer. Het ziet er zo achterlijk uit. Ja, dat was hem dan voor deze week. En volgende week zijn we er weer. En dan is Jane er uiteraard weer bij. Ik ben natuurlijk heel erg benieuwd. En laat het even weten hieronder in de comments. Wie support jij? Is dat Marie? Is dat Laurie? Is dat Richella? Of Jane? Laat het even weten. En ik zie jou volgende week weer samen met de Hooligirls. Tot dan.